Nou, wat er speelt is dat er een plan ligt hoe de Amstelveenlijn eruit komt te zien. Een van de redenen, of een van de voorwaarden is bij de uitvoering dat lijn 5 behouden blijft over het huidige tracé tot aan het Centraal Station. Nu is alles getekend, dat was in februari, we zijn 2 maanden verder. En nu blijkt dat er al plannen liggen, in dit geval vanuit het GVB, om te tornen aan die afspraken. En dat zou voor Amstelveen betekenen dat lijn 5 niet meer naar het Centraal Station gaat. En wat ga je nu doen? Nou, heel duidelijk kenbaar maakt dat dit niet is wat wij als Amstelveen willen. Dat dit niet is wat wij hebben afgesproken in het akkoord, wat nog bestuurlijk bekrachtigd is, ook door de stadsregio unaniem. En dat wij nu in afwachting van de consultatie wel heel duidelijk ook naar de stadsregio zullen aangeven dat wij iedereen willen laten houden aan het contract zoals het getekend is. Ja, dus het GVB moet gewoon weer een stapje terug doen. Nou, het GVB heeft al het recht om met plannen te komen, maar dit zijn niet de plannen waarvoor getekend is. Het zijn niet de plannen die Amstelveen zal goedkeuren. Dus ook niet de opdracht? Nee, de opdracht is zoals die bestuurlijk getekend is, nogmaals in februari, bekrachtigd in de regioraad in december 2015. Lijn 5 blijft behouden tot aan het Centraal Station. En het GVB moet zich daar gewoon aan houden, toch? Wat ons betreft wel.